Kijkers, aan de Martin Luther King Highway is er een nieuwe carwash geopend. De eigenaar Suresh Kalidin heeft bij de opening van Jai Zur Carwash een sociale tint gegeven aan het geheel. 1 voor 12 mocht een groepje mensbedeelden meenemen naar de opening op donderdag 27 december. En deze mensen kregen naast voeding en drank ook een levensmiddelenpakket mee. Kijk en luistert u naar het volgende. Vandaag opening van een carwash aan de Martin Luther Kingweg. Meneer Kalidin Suresh, u hebt vandaag opening van een carwash. Waarom Highway? Nou, omdat ik een ruimte hier heb gehad en het valt me mee. Omdat ik nog een carwash heb op Quetta. En ik ben bezig met mijn werk, familie. Dus het valt me mee, daarom heb ik het hier geopend. Ook voor mensen om zijn auto schoon te houden. U hebt niet alleen maar de opening vandaag, maar u hebt ook een donatie gegeven aan seniorburgers en sociaal gevallen. Waarom hebt u dat gebaar gedaan naar deze groep? Nou, ik doe dat elke keer. Wat ik heb, wil ik altijd verdelen met de sociale zwakkeren. Want ik weet dat ze het niet breed hebben. Ik heb het ook niet breed, maar wat ik heb, namens Jai Zur Carwash, verdeel ik ook mee met de sociale zwakkeren. Zoals u ziet, zijn de mensen binnen korte tijd gekomen omdat het nodig is. Ja, het is nodig voor mensen. U hebt het met heel uw hart gedaan. Ze zijn ook heel erg dankbaar. Ik ben ook blij. Ik bedank ook meneer Vismalen dat hij die mensen voor heeft gebracht. En straks gaan ze ook afzetten naar huis. Ja, ik ben dankbaar met mevrouw Vismalen. Meneer, wij van Stichting Info 12 willen u alvast van harte feliciteren. En natuurlijk heel veel succes wensen met uw bedrijf. En dat het goed mag zijn. Hartelijk dank.